Ruud werd ziek tijdens zijn studie economie. Een akelige variant van ALS beperkte hem in de mogelijkheid om intimiteit of seksualiteit te ontwikkelen. Op zijn 40ste was Ruud totaal gehandicapt en afhankelijk van zorg geworden. Je ziet hem met een noodbel om zijn nek en om een ander koordje hangt een apparaatje om de deur mee open te doen. Een vriendin van hem zocht contact met mij. In het begin, toen ik Ruud ontmoette, was hij vaak met een stikje in zijn hand, asmorsend op de lakens. Een jaar later kon hij niets meer aanraken en niets meer vasthouden. We lachen ook vaak. En omdat het leuk is om Ruud aan het lachen te maken, kom ik soms in die stemming bij hem. En een keer was hij stiller en ik vroeg hem, wat is er aan de hand? Hij zei, ik heb er last van dat ik mezelf en een ander niet meer kan aanraken. Er was een autistische jongen waarvoor een contact werd gezocht. Hij kon mij niet bij hem thuis ontvangen, dus spraken we in een hotel af. Hij was vrij groot en bewoog schuchter. Eenmaal in de hotelkamer vroeg hij me of ik me wilde uitkleden, mijn ogen dicht wilde doen en hij bleef aangekleed. Oh jee, dacht ik. Ik keek even of hij misschien niet iets raars bij zich had. Was niet het geval. Autisten balanceren graag met dingen. Ze vinden het leuk om de mafste dingen rechtop te laten staan. Maar dat was ik in dit geval. Hij deed alsof hij mij hypnotiseerde en ik deed alsof ik sliep. Wanneer ik op het randje van het bed zat, was het wat lastig om de schijnslaap uit te stralen. Op een moment ging hij aan het hoofdeinde van het bed zitten en liet mij met mijn rug balancerend tegen zijn borst vallen. Ik voelde aan zijn intens diepe ademhaling dat dit het meest wonderbaarlijke was wat hij zich kon voorstellen. Hij haalde mij uit hypnose, ik kleedde me aan en op een gepast afstandelijke manier wandelden wij naar buiten. In een dorpje voor beperkte mensen bezoek ik een jongen en zijn buurman in het verblijf ernaast. Het is bijzonder dat ze van elkaar weten dat ik hun allebei bezoek en dit vriendschappelijk met elkaar delen. Ze zijn heel verschillend. De een ontvangt mij meestal met een stortvloed aan schuttingwoorden. In het begin schrok ik daar wat van, totdat ik merkte dat zijn behoefte om te knuffelen groter was dan zijn vocabulaire. De ander wist me wel eens te verrassen door te zeggen dat hij een DVD voor me op ging zetten. Ik was al wel wat gewend, dus ik keek half. Tot ik mijn ogen niet kon geloven omdat ik een aquarium zag. Ik bedankte hem voor de mooie visjes die hij voor me liet zwemmen. En toen glom zijn trotse gezicht vertederend. Jos praatte geen Engels en ik geen woord Frans. We wisten dit allebei vooraf. Hij vond het geen belemmering. En ik had ook wel eens contacten waarin iemand helemaal niet kon praten en gevoelsmatig ging dit goed. Jos was terminaal. Daardoor had ik enige haast gevoeld toen ze het contact met mij aan het regelen waren. Ik zag hij bewoog langzaam en spastisch. Waarschijnlijk had hij al een behoorlijke dosis morfine. Hij kwam heel zachtaardig en transparant op mij over. Er kwam bij me op dat wellicht als de dood vlakbij is, alle façades weg mogen vallen. Ik ontmoette een integere, pure ziel, zonder enige opsmuk of franje. Het had zo'n ontwapenende werking op mij, dat ik meteen als besmet leek met iets, goddelijks. Alle bewegen en aanraken leek als bovenaf gestuurd. En hij leek getransformeerd tot een engel. Samen met een spastisch iemand bewegen gaat nooit vloeiend. Maar gek genoeg was dat op dit moment wel het geval. Het kon onmogelijk zijn dat ik die middag in de mensenwereld had verkeerd.
Ik ben Tika Stardust. Wat ik doe, wordt genoemd seksuele hulp, maatschappelijk werk. Ik kies voor de term sociaal-erotische dienstverlening aan gehandicapten. Gehandicapten, ik ben daartussen opgegroeid. Mijn moeder was verstandelijk beperkt. Zorg was toen niet helemaal oké in die tijd. Dat kleurt je leven. Vanaf mijn 18e werk ik in de zorg. Naast mijn werk studeerde ik onder andere maatschappelijk werk. Ik werkte vervolgens met autisten, met mensen met niet aangeboren hersenletsel, met ouderen op een project voor lichamelijk gehandicapte mensen en met psychiatrische ouderen. De eenzaamheid die ik voelde, daar kon ik soms wakker van liggen. Voor de mensen die ik bezoek, waar ik over vertelde en waar het boek over gaat, kan ik daadwerkelijk iets betekenen. De soort beperking of liefde maakt mij niet uit. Liefde kent geen beperking. De meeste contacten waar ik kom, laat ik iemand met een blij en gelukkig gevoel achter. Dat gevoel komt op mij over. Ik neem het met me mee, het groeit en ik wil het graag doorgeven. Dank u wel.